Dit is Dominique Vlotsiemier, onder jongeren beter bekend als Mr. Polska. Hij is het vlaggenschip van het hotste hip-hop label van dit moment, Nouveau Riche. De eerste cd van Mr. Polska is net uitgebracht. Vrijdag kwam ons cd uit in de winkel. Er is die cd aangezet en geluisterd, weet je wel. En eventjes gewoon beseffen van wat we allemaal hebben moeten doen om deze dingen te doen, weet je wel. Cd in de winkel, nu op het team even hoort staan. Dat zijn mooie dingen, weet je wel. Wie van jullie gunt mijn moeder een wasmachine? Wie van jullie gunt mijn moeder een wasmachine? Wie van jullie gunt mijn moeder een wasmachine? Ik zeg, misschien is zij wel een van de belangrijkste redenen, ook waarom ik dit doe, weet je wel. En zij heeft altijd voor mij en mijn zusje klaargestaan, ook al hadden wij geen vader. We woonden gewoon in een flat in Overvecht, we hadden het niet super breed of zo. En je ziet toch wel om je heen mensen die het wel beter hebben. Mijn moeder is ook ziek, dus ze kan ook niet echt superveel werken. Dus weet, dat was wel een situatie van dat ik weet toch, iets meer wou dan dat. En ook voor hun ook iets wou doen, weet je wel. En precies als ik over mijn moeder praat, begint de zon op mij te schijnen. Dus dat zijn mooie dingen, toch? Wow. Wow. Mijn naam is president Polska. Tjema. Hallo. Ja. Allemaal een handje geven. Ja, heel ook erbij. Wat vinden jullie tot nu toe de hardste track? Berghuis. Ja? Oké, okay. Het is toch een waardering, weet je wel. Misschien is niet iedereen zo, maar het is sowieso wel een stap om iemand af te lopen en te zeggen dat je iemand hard vindt. Want dat sowieso, iedereen heeft ego toch? Maar die kids die hebben daar gewoon maling aan omdat ze het gewoon supporten, weet je wel. Ze vinden het gewoon hard en ze willen gewoon een onderdeel ervan zijn. Dus daarom, voor die mensen moet je ook gewoon openstaan, want hun zijn de basis. Zonder hun ben je nergens, weet je wel. Als we hier zijn, werken we heel de dag. 3-4 keer in de week of zo. Ik kan beter vragen hoe vaak ik thuis ben. Ik ben nooit thuis. Eerst werkten we ook heel de nacht, maar de buren klagen nu. En stuurt politie. Dus dat feestje is voorbij. Het was zeg maar meer zo van, omdat iedereen van mijn familie in Polen automonteur is, wou ik dat ook worden, weet je toch? Toen ben ik begonnen als stage bij een autobedrijf. Toen ben ik daar ook gaan werken. Dus toen op het laatste moment was ik naar mijn decaan gegaan. En gezegd van, ja, ik weet niet wat ik wil gaan doen. Toen kwam zeg maar de vraag van, wat vind je leuk allemaal om te doen? Toen hebben we besloten dat ik auditie ging doen bij de Herman Brood Academie. En ja, eigenlijk sindsdien is het gewoon, ben ik het serieus gaan nemen. Dominique Vlotsiemier is 21 jaar en heeft in korte tijd succes geboekt met zijn muziek. Hij is inmiddels de trotse eigenaar van een State Award, heeft opgetreden bij de TMF Awards en een plekje bemachtigd in de finale van de Grote Prijs van Nederland. Bijna elke videoclip van Mr. Polska is een hit op het internet en de teller staat nu op 2 miljoen views. Vlotsiemier geniet van het succes en deelt het succes graag met zijn vrienden. Hij is een behulpzame jongen, weet je, en hij houdt ook wel gewoon heel erg rekening met anderen. En het is niet dat hij constant aan zichzelf denkt. Overal waar hij bijvoorbeeld gaat, neemt hij ons mee. Daar had zeg maar Polska de kans gekregen om dan op te treden voor 12.000 man en zo. En dan moest hij een nummer maken op een bevrijdingsdag. En eindstand gunde hij mij om dan mee te doen op die pokken. En dan mocht ik ook mee optreden voor die 12.000 man. Dat vond ik echt dope. Wat zegt dat over hem? Ja, dat er gewoon een goed, aardig, goed, kind, gunnend persoon in hem schuilt. Ja, soms gaat het soms best lekker en dan wordt er iets meer plezier gemaakt dan gewerkt. Bijvoorbeeld dan zijn we in de studio en dan moeten we eigenlijk een show voorbereiden of opnemen of iets. En dan nodigen een paar meisjes uit en dan wordt er wat gedronken en is het eigenlijk vergeten. En aan het eind van de avond zitten we op de bank. Ja, what the fuck man, we hadden eigenlijk dit moeten doen. Ja, shit, ja, morgen. Polen komen hier zeg maar een klein beetje over als een skeervolk en mensen, een volk dat gewoon over zich heen soort van laat lopen. Maar dat is totaal niet. Polen zijn hele trotse mensen, weet je wel. Gewoon harde werkers. Ik laat toch wel weer zien dat ik als Pool hier iets doe en iets goed doe, weet je wel. En dat zijn gewoon mijn manieren om daar mensen aan het lachen mee te maken en om het grote publiek te trekken, weet je wel. Ik weet dat die mensen dat willen horen en of ik dat nou wil of niet, die vooroordelen zullen toch altijd blijven, dus kan ik beter een grapje erover maken. Dan dat ik elke keer serieus antwoord erop moet geven. Ik zit wel echt lekker in mijn vel als ik vergelijk met hoe ik vroeger in mijn vel zat. Weet je wel? Dan ben ik nu wel echt tevreden met waar ik nu ben.
op vlak van muziek, maar ook op vlak van vrouwen en feestjes, drugs en drinken. Ik ben wel gewoon een slimme jongen, precies wat je zegt. Maar ik denk niet dat als ik nu opeens heel serieus ga lopen doen, dat ik dan nog evenveel plezier in mijn muziek ga hebben. Alles wat ik kan doen, wat ik leuk vind, dat doe ik nu. Het zou heel jammer zijn als dit het hoogtepunt is. En je weet toch, ik kan gewoon zeggen, laat tegen mijn kinderen, ja, je papa is gewoon een vieze stunter geweest hoor, in zijn vluchttijden.